Goedemorgen, ja, ik ben Jamie Evans, werkzaam voor Anticimex, als werkzaam als gastgeleider. En vandaag gaan we weer aan de slag bij particuliere opdrachtgevers tegen het bestrijden van de houtworm en boktor. Ja, wat er gebeurt, die beesten van de larven die kunnen flinke schade zorgen. En die vreten eigenlijk je balken, je constructies, kapot. Nou, dat te voorkomen, dat is verschillende manieren om te behandelen. Onder het begrassen. Alleen het begrassen doen we eigenlijk als laatste alternatief. Als een normale reguliere behandeling niet volstaat, of je er niet goed bij de onderdelen komen, omdat ze zijn weggewerkt door gipswanden, isolatie, dat soort zaken. En mensen moeten gaan slopen om daar toch bij te kunnen komen, en dan komt eigenlijk een stukje gras om naar de hoek kijken. Het begint dus bij een inspectie en mensen gaan eerst bellen naar de zaak. Vandaar komt een inspectie. En onze inspecteur komt kijken en dan geeft hij advies af. En als er echt activiteit wordt waargenomen door houtworm of boktor, en dan komen onze methodes naar voren. En René Koster, dat is onze inspecteur, en die gaat er niets voorleggen. Daarnaast, als de mensen akkoord gaan met de opdracht, dan komt er een heel gasplan gaat in de werking treden. Alles wordt systematisch onderzocht in de woning. Leidingwerk, doorvoeropeningen, dat soort zaken wordt allemaal nagekeken en je wordt ook afgeplakt. Het resultaat is dat wij een 100% afdoding kunnen garanderen in alle stadia. Dus van en met ei-stadia tot met volwassen exemplaar gaat allemaal dood. En dat is de bedoeling, want mensen willen van die beestjes af die zoveel schade veroorzaken. En het gras is heel erg bewegelijk en het is heel erg penetrerend, dat moet ook, want dan moet bij die beestjes komen. En dat zorgt ervoor dat het beestje op een gegeven moment het gras gaan inademen en daarin ook aan dood gaan. Ja, goed, je hebt bepaalde regels mee te maken uiteraard. Maar je kunt dus woningen begassen, maar ook boten, containers bijvoorbeeld. Dat zijn allemaal zaken die je gewoon netjes kan begassen. Het is veilig, mits je de juiste voorzorgsmaatregelen treft. En wat wij doen, wij pakken zo'n woning in. En daaromheen wordt er een 10 meter zone aangegeven. En dat doen wij met lintwerk, maar daarbovenop komt het dus met hekwerken. Wij sluiten de hele woning allemaal op met hekwerken. En daaromheen nogmaals die 10 meter zone en wordt aangegeven met lintwerk. Hier hebben ze boktor. Ja, vooral in de gordingen, in de overstekken en binnen wat plekken. Ja, als je binnen ook gaat kijken, dan is het helemaal niet weggewerkt. En mensen willen niet gaan slopen, want die kosten van slopen zijn vaak veel hoger als het zo'n gassing kost. Maar als je sloopt, ja, je moet dat terugplaatsen. Je moet alle sloopmateriaal moet je allemaal weer afvoeren. Dat is allemaal kosten aan verbonden. Ja, en die kosten zijn veel hoger als gassen. Ja, vandaag, zoals ik, zijn we nu met de voorbereidingen bezig. We gaan eerst de woning gewoon rustig bekijken. Ik ga de woning van de binnenkant vooral bekijken, dat is voor mij belangrijk. Ik wil zeker weten dat het gras ook in de woning blijft en niet naar andere panden of dat ik grasvlies heb wat ik niet kan herleiden, zeg maar. Dus dat moet allemaal in die woning blijven. Daar zijn we nu mee bezig. Dan hebben we onze jongens, het dakteam, zeg maar, die gaat op dak aan de gang. De schoorsteen wordt apart ingepakt. Ja, dat zijn een aantal zaken die wij moeten controleren. Dus daar hebben we behoorlijk druk mee. Ja, dat is gewoon een standaard woning, in principe niet echt heel speciaal. Dus er zijn de kruipruimte onder, maar ja, dat is ook niet heel speciaal. Maar één is iets afwijkender, dat er behoorlijke schoorsteen op zit. Dus niet echt heel erg bijzonder. Maar wel volgens de regelgeving. Elke woning is terrein natuurlijk. En elke woning heeft wel dezelfde veiligheidsmaatregelen. Zeker wat de 10 meter grens betreft. En daarnaast moet je ook nog een aanmelding maken naar ILEN bijvoorbeeld. Naar de brandweer, naar de politie, naar de gemeente. En soms moet je ook een omleiding aanvragen, dus die niet van toepassen. Maar als je kort op de weg woont, ja, en die weg valt binnen de 10 meter zone, ja, dan moet er een omleiding worden aangevraagd.